Goedemiddag allemaal. Ricky en ik gaan nog kort, niet zo kort als we jullie zelf mogen ondervinden, de werking van het Flaio-netwerk uitleggen. En nadien gaat Steven nog een korte round-up maken. En dan is deze sessie voorbij. De werking van het Flaio-netwerk kunnen wij het best laten uitleggen aan de hand van een kort filmpje om te starten. We maken een platform om het verkeer van drones in goede banen te leiden. We zijn gestart als spin-off van Vito en de eerste financier die ons de middelen gegeven heeft is PNV. Je leeft als onderneming niet alleen in een land, dus het is wel belangrijk dat je een onderdeel bent van een grotere community en dat is wat Unizo ons geeft. Flaio heeft ons geholpen om een aantal, laten we zeggen, groeidossiers tot een goed einde te brengen. Ik denk dat wij nog meer kunnen uitdragen dat wij inderdaad heel veel kennis in huis hebben, bedrijven in huis hebben, infrastructuur in huis hebben, om die rol te kunnen spelen van de drone valley van de wereld. Machines en voertuigen in onze industrie worden steeds autonomer. Ze kiezen zelf welk pad ze volgen en welke actie ze ondernemen. Ze doen dat aan de hand van een virtuele wereld die de echte wereld weerspiegelt. In het SIT Control project onderzoekt Flanders Make samen met de KU Leuven en enkele partners hoe ze deze technologie kunnen verbeteren. Zo ontwikkelt Octinion een automatische aardbeiplukmachine die uitgerust is met verschillende camera's. Er worden vanop verschillende hoeken worden foto's getrokken. In elk van die foto's worden de mogelijke aardbeien gedetecteerd. Dan worden verschillende foto's gecombineerd om van al die aardbeien ten eerste te beslissen of het effectief aardbeien zijn. En wordt aan elk van die aardbeien een positie toegekend. Waardoor we dus eigenlijk een 3D-wereld krijgen waar we weten, oké, op die positie is een aardbei, op die positie is er een aardbei. En dan kan er ook een pad worden bepaald om een aardbei te plukken zonder andere aardbeien te raken. Wij zijn het laboratorium EK en Biotox. Wij voeren analyses uit in het domein van voeding en leefmilieu. En wij trachten daarbij ook een betrouwbare schakel te zijn in het kwaliteitssysteem van onze klanten. Kennis is daarom zeer belangrijk voor ons. En samenwerkingen met instanties zoals Vito en Flanders Food zijn in dat kader wel heel cruciaal. Wij trachten onze klanten een oplossing te bieden, meer dan gewoon analyseresultaten bij hen staan. Ik ben Miriam Schepers van Prefamac. Wij produceren chocolademachines en ook machines om koekjes en wafels met chocolade te overtrekken. Koekjes zijn natuurlijk altijd lekker geweest, maar toch wil de klant altijd iets nieuws en moeten we vernieuwen. En dat is nu juist de reden dat we bij Flaio zijn terechtgekomen. Door enerzijds de studie van Flanders Make, de begeleiding en het subsidieadvies van Flaio, plus de coaching van Voca, is Prefamac duidelijk naar een hoger niveau getild. Today we had a very successful first test of an autonomous logistics electrical entity for city distribution, and we hope that this test shows that city distribution in a very densely populated area is possible, and we hope it is an inspiration for logistics service providers or transport logistics providers to take this as an opportunity for city distribution and emission-free distribution. And we believe that in the future, autonomous and electrical vehicles can help us in making logistics more sustainable and more efficient. ACP is a company that recycles CO2. One of the forms of CO2 is a solid form, which we also call dry ice. Today we are also partnering in this demonstration where we are using dry ice as coolant for distributing frozen or cold food. Innovatie is heel belangrijk voor ons. Ondertussen zit er een tweede generatie in het management met nieuwe plannen en ambities. Zo gaan we onze focus verleggen op milieuvriendelijke reinigingsproducten die niet moeten inboeten aan kwaliteit. Door de begeleiding en subsidies van Flaio en de coaching van Unizo kon Cijfer een grote stap maken.
Bij IMEC werd de hyperspectrale camera ontwikkeld. Deze camera wordt nu getest voor kwaliteitscontrole in een productieomgeving. Flanders Food zocht samen met IMEC interessante toepassingen in de voedingsindustrie voor de validatie van de hyperspectrale beeldverwerkingstechnologie. We zagen onmiddellijk interessante toepassingen voor deze camera tijdens ons productieproces om de brandgraad automatisch te meten op onze koffieboon. In onze zoektocht en in onze confrontatie met al die knelpunten die we als klein bedrijf tegenkomen, hebben we op een bepaald moment ook beseft dat we een aantal dingen niet alleen kunnen. Ik voelde dat er eigenlijk nood was aan meer bedrijfsstrategie. Dat ik nagedacht heb eigenlijk van kijk, hoe kunnen we daar een oplossing bieden. Erik Dussaar van het FIT heeft ons bij het project betrokken, omdat er een aantal technologische vragen waren van het bedrijf, onder andere rond het off-grid gebeuren bij glamping. Dus ik heb daar een aantal technologische mogelijkheden geschetst. En daarnaast heeft Erik Keustermans een aantal contacten aangereikt waarmee dat hij verder het hele gebeuren kan onderzoeken. Ik besef ook hoe langer hoe meer dat je nooit alleen kan ondernemen. Je hebt dit soort steun nodig en die steun is er. Die is beschikbaar, dus gebruik ze. De hoofddoelstelling van het Flyo Netwerk, alle organisaties die samenwerken om de ondernemer te begeleiden en een sterkere ondernemer te maken. Dit printje hebben jullie al gezien. Ons idee is van een aantal netwerkpartners te hebben, jullie allemaal, maar nog ruimer ook, die één met ons samenwerken, die met elkaar samenwerken en daardoor natuurlijk sterkere ondernemers afleveren. De basisstrategie van ons agentschap is eigenlijk al ruim toegelicht. De netwerkpartners leiden toe naar elkaar, leiden toe naar ons, in de mate dat ze naar ons toe leiden, naar Daniel en Kurt, die dat al uitgebreid hebben toegelicht. Kan een ondernemer feedback krijgen op zijn ondernemingsplan, wordt hij ook vanuit onze navigatorrol toegeleid naar partners in het netwerk die hem kunnen helpen om zijn business case te realiseren, krijgt hij een stukje advies over regelgeving die speelt bij het realiseren van de business case en zal er advies komen over de subsidies en de financieringsvormen die de overheid aanbiedt om die business case te versterken. De verschillende partners in het Flyo-netwerk, waarmee dat wij samenwerkingen hebben. Die samenwerkingen komen op verschillende manieren tot stand, via overheidsopdracht, via subsidies, via gewoon informele samenwerkingen. Dat is voor elke partner een beetje verschillend, maar met al deze partners proberen wij een grote samenwerking op te zetten in belang van de ondernemer. Je ziet daar ook een link naar onze website, flyo.be/netwerk, waar je bijvoorbeeld kan inschrijven op de nieuwsbrief van Flyo Netwerk, die als doelgroep heeft organisaties waar wij mee samenwerken. De klassieke nieuwsbrief van het agentschap heeft als doelgroep de ondernemingen en daar staat dus iets andere informatie in. In die zin is het ook waar dat wij enerzijds een ruime subsidieportefeuille hebben, 750 miljoen euro, dat is al gezegd, hebben wij eigenlijk ook een volwaardig aanbod aan informatie, begeleiding, advies, dat wij één zelf geven, via ons contactcentrum, via de VZW bedrijfstrajecten, maar ook en vooral eigenlijk via onze partners. Dat zowel op bedrijfsvoeringsaspecten, in verschillende levensfases van de ondernemer. We hebben ondernemende jongeren van in de kleuterklas dat we initiatieven hebben, maar vooral pre-start, startende ondernemers, groeiende ondernemers. Ondernemers die in moeilijkheden komen, daar zijn telkens begeleidingstrajecten voor. Maar ook ondernemers die beginnen te innoveren of begeleiding op een innovatietraject. Dat geheel aanbod kan je zien in de coaching- en adviesdatabank. Daniel heeft die al ruim toegelicht. Maar de website is flyo.be/ondernemen. Altijd interessant op het moment dat je een ondernemer met een probleem voor u hebt zitten, dat je toch eens kijkt, is er geen andere organisatie die ondernemer kan verder helpen. Op vlak van ondernemerschapsbegeleiding hebben wij een lopende overheidsopdracht die we ook aan het vernieuwen zijn. Dus via overheidsopdracht kandidaatstellingen in te dienen tegen 4 juli voor de geïnteresseerden. Maar vandaag hebben wij een contract met een tiental partijen die op vlak van sensibiliseren, bewust maken van ondernemingen, op vlak van begeleiding over een levenscyclusbenadering, maar ook een specifieke begeleiding voor start-ups en scale-ups,
een ruim palet aan informeren, adviseren, coaching, begeleiding, netwerksessies organiseren. Dat heel aanbod vind je op vlaio.be/sterkondernemen. Hier ziet je kort het overzicht. Dat zijn een ruim palet aan initiatieven waar dat de ondernemer bij terecht kan. En een van die initiatieven is Go for Business. Dat gaat deze mevrouw kort uitleggen. Goeiedag, ik ben Valérie Campy, adviseur Go for Business. Denk je aan een eigen onderneming of wil je van je bijberoep je hoofdberoep maken? Dan vraag je je waarschijnlijk af of dat een haalbare droom kan zijn. Is er wel een markt voor je idee? Hoeveel omzet moet je draaien om al je kosten te betalen? Via het Go for Business begeleidingstraject kan je daarop een antwoord krijgen. Door een mix aan individuele coaching, advies en collectieve workshops begeleiden we je stap voor stap bij het schrijven van je businessplan. Bovendien krijg je op het einde van je deelname schriftelijke feedback over je plan met een conclusie naar haalbaarheid. We geven je ook een aantal tips en tricks om goed voorbereid van start te gaan, want een goede voorbereiding is cruciaal om je slaagkans als ondernemer te vergroten. Het is dan ook belangrijk om de tijd te nemen om je ideeën op papier te zetten en af te toetsen bij een objectief klankbord. En dat kan bij ons Go for Business team. In elke provincie staan we graag met raad en daad bij. Dat voor de dienstverlening ondernemerschap. Ik denk dat je moet zien dat in elke levensfase er begeleidingstrajecten zijn die eigenlijk als doelstelling hebben om de ondernemer strategischer te laten nadenken, een beetje verder te kijken dan de directe toekomst. Nog eens te kijken welke aspecten van de bedrijfsvoering dat kunnen verbeterd worden. Maar vooral ook eventueel een vervolginitiatief op te starten dat dan bijvoorbeeld via de KMO-portefeuille kan ondersteund worden om effectief van die zaken die hij in zijn bedrijfsvoering moet verbeteren, werk te maken. Een tweede palet dienstverlening dat we in opstart hebben, of dat dit jaar opgestart is, nog voor de verkiezingen door de Vlaamse regering beslist, is om de hogescholen eigenlijk actief in te schakelen in dienstverlening aan ondernemingen. Hogescholen hebben uiteraard een heel uitgebreide kennis aan boord over allerlei aspecten. Zowel naar ondernemingen als naar VZW Social Profit hebben wij een afspraak gemaakt dat ze eerste lijnsadvies geven aan ondernemingen, VZW Social Profit. Vanuit één op één gesprekken, een stuk vraagarticulatie gaan doen, eerste lijnsadvies geven en dan een vervolgtraject opstarten. De basis. Documentatie daarvan vind je op flora.be. Dat is eigenlijk nog in uitbouw. Die dienstverlening is in opstart, maar bij de verschillende hogescholen kan je vandaag al wel terecht. Een derde type werking dat we hebben is gericht op jongeren, ondernemende jeugd. Eigenlijk werken wij met alle steden vandaag samen in ecosystemen voor studentensteden om alle jongeren, zowel middelbare schoolstudenten als hogeschoolstudenten, universiteitsstudenten, veel ondernemender te maken en te begeleiden als ze willen een zaak opstarten. Er zijn in Vlaanderen vandaag een 4.000-5.000 studentondernemers, omdat we daar specifiek een sociaal statuut voor gecreëerd hebben. Hier vind je een overzicht van de verschillende ecosystemen studentensteden. Die hebben ook allemaal een website, dat is interessant om eens te bekijken als je zo'n moment bij u hebt, of dat je die daarmee in contact kunt brengen. En dit is een filmpje van hoe dat ecosysteem in Gent werkt. Vroeger wilde ik een zeemeermin worden en nu wil ik iets doen met de plastic soep. Problematiek in de oceaan. En ik zou dat graag doen door in de zomer, als het mooie weer wordt, elke twee weken met een hele grote groep mooie mensen het water opgaan op surfplanken en zo als surfend het centrum van Gent plastic vrij maken.
via hen eigenlijk een netwerk gekregen in Gent. Goedemiddag iedereen. Bart heeft eigenlijk vooral via filmpjes voorgesteld wat onze partners op vlak van ondernemerschap aanbieden qua diensten. Ik zal dat doen aan de kant van innovatie, met dan vooral de focus op de clusters en de proeftuinen Industrie 4.0. Dus zelf werk ik bij de entiteit Clusters bij het agentschap. Wij zijn dan met een tiental personen en wij zijn eigenlijk relatiebeheerder, ondersteuner van die clusterorganisaties. Voilà. Die clusters, speerpuntclusters, innovatieve bedrijfsnetwerken, die spelen eigenlijk, of die nemen een heel belangrijke positie in het Vlaams innovatie-ecosysteem en kunnen eigenlijk voor ondernemingen een belangrijke toegangspoort zijn richting innovatie. Dus momenteel zijn er 6 speerpuntclusters, die werken eigenlijk rond de strategische domeinen voor Vlaanderen. En dan hebben we 20 innovatieve bedrijfsnetwerken, die werken meer rond niche-domeinen, rond opkomende domeinen, waarom dat bedrijven zich gaan groeperen. Dus momenteel zijn er 2500-tal ondernemingen die lid zijn van één van die clusters. Om eigenlijk jullie een idee te geven van wat die clusters eigenlijk zijn, wat dat die doen, hoe dat die zich organiseren, welke activiteiten dat zij aanbieden, wil ik eventjes kort de krijtlijnen toelichten van het programma waarbinnen dat die clusters gaan werken. Heel belangrijk is dat clusters eigenlijk bottom-up initiatieven van ondernemingen zijn. Het zijn eigenlijk ondernemingen die rond een bepaalde thematiek willen gaan samenwerken. Dus ze nemen ook een zeer belangrijke rol in de aansturing van die cluster. Dus ze zijn, hebben een belangrijk woord om te zeggen van kijk, dat rond die topics willen wij nu eigenlijk acties ondernemen in de cluster. Dus ze zitten in de driver's seat. En zij dragen eigenlijk ook voor 50% bij in de financiering van de clusterorganisatie. Dus een cluster wordt aangestuurd door een organisatie, die wordt voor 50% ondersteund vanuit de overheid en voor 50% vanuit de bedrijven. En in een cluster draait alles rond die samenwerking in de activiteiten die opgezet worden. De doelstelling van het clusterprogramma is om onbenut economisch potentieel in Vlaanderen te gaan ontsluiten, om eigenlijk de competitiviteit van onze Vlaamse bedrijven te gaan verhogen en dat door een actieve en duurzame samenwerking tussen de actoren die in die cluster actief zijn. Dus in een cluster, dus je zult het eigenlijk bijna op elke slide zien terugkomen, het woord samenwerking, dat is daar eigenlijk het kernelement. De doelgroep, clusters richten zich op ondernemingen die innovatiebewust zijn, want het zijn innovatie-ecosystemen die groeiambities hebben, die een internationale blik hebben en die uiteraard essentieel openstaan voor samenwerking. Dus die bedrijven moeten bereid zijn om te gaan samenwerken met andere bedrijven, met andere actoren zoals kennisinstellingen en overheden, om eigenlijk hun competitiviteit te gaan verhogen. Dat is eigenlijk de primaire doelgroep van een cluster, maar daarnaast zijn ook alle mogelijke bedrijven kunnen tot een cluster toetreden. Dus ook bedrijven die minder innovatiegericht zijn, kleine ondernemingen, start-ups, scale-ups, zijn eigenlijk typisch bedrijven die zich kunnen aansluiten bij een cluster. En vooral voor die minder innovatiegerichte ondernemingen, die start-ups, kan een cluster zeer interessant zijn omdat het hun netwerk gaat verbreden en dat het dan eigenlijk toegang geeft tot innovatieprojecten.
We onderscheiden twee types van clusters. Dus we hebben de speerpuntclusters en de innovatieve bedrijfsnetwerken, IBN's afgekort. De speerpuntclusters, dat zijn de grootschalige initiatieven die aansluiten bij de strategische domeinen voor Vlaanderen. En die worden voor 10 jaar ondersteund vanuit de Vlaamse overheid met een maximum van 500.000 euro steun per jaar. Die innovatieve bedrijfsnetwerken zijn dan eigenlijk kleinschaliger initiatieven die voor maximum 3 jaar ondersteund worden vanuit de overheid voor een maximum van 150.000 euro per jaar. Dus eigenlijk die 50%, de overige 50%, wordt dus door die bedrijven aan de clusterorganisatie gefinancierd. Dus je ziet dat zijn toch redelijk belangrijke bedragen die de bedrijven aan die clusters bijdragen. De speerpuntclusters, dat zijn de 6 speerpuntclusters, dus met een logo. Dus Catalystia is actief op vlak van duurzame chemie, sim rond nieuwe materialen, veel rond logistiek. Flanders Food is de cluster voor agrovoeding. Dan de blauwe cluster, dus alles wat met blauwe groei, blauwe economie te maken heeft. En Flux 50 rond energie dan. En dan hebben we onze 20 innovatieve bedrijfsnetwerken. Die zijn actief in heel diverse domeinen, dus gaan van ruimtevaart, luchtvaart, dan meer naar materialen toe, dus composieten, coatings en alles wat dat met smart te maken heeft. Dus smart digital farming, smart buildings, ook in de bouwinformatiemodellen. Dus het zijn eigenlijk zeer diverse topics. En eigenlijk van elk van die clusters, zowel van de speerpuntclusters als van die innovatieve bedrijfsnetwerken, als je daar iets meer over wil weten, op onze website is er voor elk initiatief een fiche beschikbaar waar dus eigenlijk staat rond welk domein dat die actief zijn, wat hun primaire doelgroep is en wie daar uiteraard de contactpersoon is als je daar bedrijven naar wil doorverwijzen. Clusters brengen dus effectief bedrijven samen. Dus ik heb het in het begin al gezegd, dus meer dan 2500 bedrijven zijn momenteel lid van een cluster, dus van een speerpuntcluster of van een innovatief bedrijfsnetwerk. Binnen die cluster worden dus bepaalde activiteiten, bepaalde diensten opgezet om die samenwerkingen te gaan initiëren, om die samenwerkingen te faciliteren, om eigenlijk een basis te leggen waarop dan die samenwerking kan ontstaan. Dus typische activiteiten zijn dat partner matching, trendwatch, clusterorganisaties vertegenwoordigen ook hun leden in binnen- en buitenland, dus op beurzen bijvoorbeeld. En er worden dus ook demonstratieprojecten opgezet, samenwerkingsprojecten. Er worden nieuwe producten en diensten ontwikkeld, maar dus telkens in een samenwerkingsverband tussen bedrijven of tussen bedrijven en kennisinstellingen. Dus dat dat effectief zo is, dat hebben we gezien in onze jaarverslagen die we binnenkrijgen van die clusters. Dus dat zijn de cijfers voor 2017-2018. Dus binnen de speerpuntclusters zijn er dus iets meer dan 100 samenwerkingsinitiatieven opgezet en bij de innovatieve bedrijfsnetwerken een 230-tal. Dat zijn dus zowel innovatieprojecten, dus zoals bijvoorbeeld Cedric toegelicht heeft, dus onderzoek-ontwikkelingsprojecten, maar waar dan eigenlijk minstens 3 bedrijven uit de cluster aan deelnemen. Maar dat kunnen eigenlijk ook meer operationele samenwerkingen zijn waar bedrijven dus elkaar vinden om bijvoorbeeld een nieuw product op de markt te gaan zetten. Om dat te illustreren heb ik een aantal voorbeeldjes op de slide opgenomen. We hebben niet zoveel filmpjes in ons repertoire, dus ik zal het zelf eventjes vertellen. Bij de IBN, dus er zijn eigenlijk een aantal voorbeelden vanuit innovatieve bedrijfsnetwerken. De cluster bouwindustrialisatie, daar zijn eigenlijk aannemers, architecten, materiaalproducenten rond de tafel gaan zitten. En die hebben eigenlijk samen het initiatief genomen om een prefab badkamermodel te ontwikkelen. Dus eigenlijk een nieuw product samen te gaan ontwikkelen en dat dan eigenlijk op de markt te brengen. Ze hebben dat gedaan zonder verdere overheidssteun. Dat is eigenlijk een project die niet verder vanuit Vlaio ondersteund is, maar die spontaan vanuit de clusterleden zelf opgezet is. Het kan ook gaan rond opleidingen. Bijvoorbeeld bij Air Cargo Belgium is er een academie opgericht waar ze gezamenlijke opleidingen voor de bedrijven die voor de medewerkers in hun bedrijven die kunnen daar dus opleidingen gaan volgen. Dan bij de IBN Composieten is een haalbaarheidsstudie opgezet samen met de IBN Offshore Energy. Dus ook clusters gaan onderling gaan samenwerken, omdat heel vaak op die raakvlakken van clusters net de innovatie ligt. En die haalbaarheidsstudie is bijvoorbeeld een project die ontstaan is vanuit een intercluster-oproep die wij gelanceerd hebben en die dan vanuit Vlaio gesubsidieerd wordt. Dus daar gaan ze eigenlijk kijken wat is het valorisatiepotentieel van grote afgedankte composietstructuren van dus die offshore windturbines.
EUCA, de cluster die actief is rond drones, die is dan betrokken bij een Industrie 4.0 proeftuin voor de bouw en de landbouw. Dus je ziet eigenlijk dat binnen die clusters, die samenwerkingsprojecten, dat kunnen eigenlijk zeer diverse initiatieven zijn. Dat kunnen onderzoeksprojecten zijn, maar dat kunnen ook echt heel concrete projecten zijn waar men aan een bepaald nieuw product gaat werken. Ik heb een filmpje ingevoegd, maar eigenlijk ja... Het filmpje is eigenlijk al voor de helft getoond, dus ik zal het niet opnieuw tonen, want het gaat rond een demoproject die binnen de speerpuntcluster veel opgezet is, waar men eigenlijk die randvoorwaarden voor waaraan autonome voertuigen binnen een stadsomgeving moeten voldoen. Maar je ziet dus, het is dus een consortium van 6 bedrijven die daarin samenwerkt met 2 overheden, dus de stad Mechelen was daarbij betrokken en dus een kennisinstelling. En dat project wordt dan eigenlijk gefinancierd via de geoormerkte middelen van de speerpuntcluster. Ik zal daar nu even overgaan, want de helft van het filmpje is eigenlijk al getoond. Maar dus op onze website, ik heb het al gezegd, staan dus die fiches. Dus je ziet daar wie dat de clusterorganisatie is, wat dat ze doen, wat hun doel is en hoe je zelf met hen contact kan opnemen. Dus eigenlijk de boodschap die we willen meegeven aan het VAIO-netwerk is, als je een bedrijf kent die aan het profiel voldoet, die dus een innovatiebewust bedrijf is, die openstaat voor samenwerking en die actief is in een van de domeinen waar die clusters actief zijn, dan is het zeker de moeite om hen eigenlijk te informeren over die clusterinitiatieven, omdat het voor hen wel heel wat opportuniteiten op vlak van innovatie, van competitiviteitsverhoging kan geven. Dan wil ik ook nog iets vertellen over de Industrie 4.0 proeftuinen in Vlaanderen. Industrie 4.0, ja, dat is voor jullie wel geen onbekend woord. Het is een van de transitiedomeinen van de Vlaamse overheid. En eigenlijk ja, heel kort en heel simpel gezegd gaat het over het introduceren van digitale toepassingen in onze ondernemingen en in onze industrie. Met de bedoeling om eigenlijk de productieprocessen efficiënter te maken, om slimme processen, om slimme producten, producten op de markt te gaan brengen, om nieuwe businessmodellen te gaan ontwikkelen. En vanuit de Vlaamse overheid wil men eigenlijk die overgang naar Industrie 4.0 voor onze bedrijven eigenlijk soepel laten verlopen, dat wat makkelijker maken en daarvoor worden heel wat initiatieven opgezet, waaronder dus die Industrie 4.0 proeftuinen. Dus heel wat partners, ook partners uit het VLAIO-netwerk, zijn betrokken in die Industrie 4.0 proeftuinen. En het woord proeftuin zegt het eigenlijk hetzelfde. Het is een omgeving waarbinnen bedrijven eigenlijk technologieën kunnen gaan ontdekken, kunnen gaan uitproberen, met dan de bedoeling om die te gaan introduceren in hun eigen bedrijf. Die proeftuinen werken rond heel diverse thema's, dus rond virtuele reality, opleidingen, waar dan eigenlijk werknemers met die Industrie 4.0 toepassingen leren omgaan. 3D-printing, en gaat eigenlijk ook over diverse sectoren. Dus zowel voor de maakindustrie als voor de chemie als voor de landbouw zijn er van die proeftuinen opgezet. En die worden gesteund vanuit de overheid, dus het huidige budget daarvoor is 8 miljoen euro. Er zijn momenteel 17 proeftuinen die over Vlaanderen actief zijn. Die staan hier op de kaart mooi voorgesteld. Maar als je er meer over wil weten, is er daar een zeer goede en interessante website, dus industrie40vlaanderen.be, waar je eigenlijk een overzicht krijgt van elk van die initiatieven, heel goed uitlegt van rond welke topic zij nu eigenlijk diensten aanbieden, wie de betrokken partners zijn en waarvoor bedrijven bij hen terecht kunnen. Ter illustratie van hoe zo'n proeftuin werkt, is er een filmpje van de proeftuin Agrovoeding, Living Lab Agrovoeding 4.0, waar eigenlijk een speerpuntcluster, Flanders Food en ILVO, een onderzoekscentrum, in actief zijn. Ik ben Bart van Damme. We staan hier vandaag aan de Food Pilot in Melle bij Gent. Hier binnen in dit gebouw bevindt zich de proeftuin Living Lab Agri-Food 4.0. In deze proeftuin kunnen bedrijven, groot, klein, ook start-ups, hun ideeën komen uittesten om tot nieuwe innovatieve producten te komen. In voedingsbedrijven wordt heel wat gemeten. Nu meestal door producten van de lijn af te nemen en het labo te controleren, de offline analyses. Met de digitalisering is het nu mogelijk om ook inline te gaan meten.
wat efficiënter is, sneller resultaten oplevert en zo uiteindelijk leidt tot een efficiënter productieproces. Wat we zien in de voedingsbedrijven is dat er heel veel meetpunten zijn die heel veel data geven, maar dat die data niet altijd wordt verwerkt. En eigenlijk is dat jammer, want uit die data kan heel veel geleerd worden. Met de proeftuin willen we ook voorbeelden geven van hoe men met die data tot bepaalde resultaten, tot inzichten kan komen die uiteindelijk opnieuw die productkwaliteit gaan verbeteren. Dus de eerste actie die we hebben ondernomen in deze proeftuin, dat is ons UHT-toestel uitbreiden. En we hebben in een bepaalde zone gezorgd dat zeer intensief de temperatuur van het product kan opgevolgd worden. En dat hebben we gedaan door heel veel temperatuursensoren in het toestel in te bouwen. En via een scherm kunnen we opvolgen wat exact de temperatuur is van het product doorheen het verloop. Voedselveiligheid is een cruciaal gegeven en topkwaliteit. Dus je moet zorgen dat je een temperatuur bereikt die maakt dat het voedsel veilig is. Maar je wil ook niet te hoog gaan, want dan gaat de kwaliteit weer achteruit. Dus op deze manier kun je het proces enorm nauwkeurig opvolgen, bijsturen. Dat kan allemaal real life en die data kan je verzamelen. Wij komen vaak naar hier om proeven te doen, omdat er hier enerzijds een heel veelzijdige installatie is. Er zijn hier veel opties naar mixbereiding toe, naar hittebehandeling die we weer kunnen doen. En eigenlijk alles wat we hier kunnen doen, is ook alles wat wij perfect bij ons in het bedrijf kunnen doen. Dus het is heel representatief. En dat zorgt er ook voor dat als we hier mixbereidingen of bepaalde receptuur gaan uittesten, dat we een veel hogere slaagkans hebben binnen ons bedrijf als we die receptuur gaan introduceren. Met de proeftuin Living Lab AgriFood 4.0 willen we het voorbeeld geven. We willen tonen aan bedrijven dat door het inzetten van nieuwe en innovatieve systemen dat we meer kunnen weten door te meten. Zo, je ziet dus binnen die proeftuinen dat die verschillende partners elk hun eigen expertise, hun eigen kennis ter beschikking gaan stellen van die bedrijven om hen eigenlijk te gaan ondersteunen op vlak van een nieuwe techniek die ze willen gaan toepassen. Dan denk ik dat het nu nog eventjes aan Bart is om iets meer te vertellen over de... Ja, tenslotte. De nieuwe beleidsagenda is artificiële intelligentie en cybersecurity, beslist door de Vlaamse regering einde maart. Voor de bedrijven heel interessant, maar op zich kunnen bedrijven die werken op artificiële intelligentie en cybersecurity altijd beroep doen op de reguliere steunmaatregelen van Vlaio, zoals al uitgelegd door Cedric, Dieter en Lien. En door die in contact te brengen met de VZW of de bedrijfsadviseurs van de VZW kan er gekeken worden welke steun dat er op hen van toepassing is. De beleidsagenda gaat een extra impuls aangeven door een bijkomend onderzoeksprogramma dat hopelijk nog beslist zal worden net voordat er een nieuwe Vlaamse regering aantreedt. Dus het moet nog beslist worden. Een implementatieluik. Wij willen zowel richting start-ups en scale-ups als door met specifieke groepen van bedrijven te gaan samenwerken in communities, dus sector- en domeinspecifiek. En door ICON-projecten bijkomend op te zetten, eigenlijk bij heel veel meer bedrijven toepassingen van AI en cybersecurity mogelijk maken. Dat aanbod zijn we aan het uitzetten, hè, via de kookoproep waar dat er straks een vraag naar gesteld werd, via contract ondernemerschap, via ICON-calls die er in het najaar gaan komen. Voor de bedrijven zelf zal dat zichtbaar worden vanaf het voorjaar 2020, denk ik. En dan een flankerend luik waar dat we opleidingen in voorzien. Ook daar zal er een oproep komen, toegankelijk voor bedrijven, vanaf 1 juli. Maar ook toegankelijk voor tussenpersonen naar bedrijven. Zal over de zomer openstaan en het aanbod zal daar dan ook vanaf het voorjaar 2020 echt naar bedrijven kunnen uitgerold worden. En een kenniscentrum ethiek, dat is goedgekeurd door de Vlaamse regering, gesitueerd rond VUB, KU Leuven en ik denk een stukje UGent als ik het juist heb, waar dat zowel overheden als bedrijven die toepassingen van artificiële intelligentie aan het verkennen zijn, met ethische vragen die ze hebben, wat kun je doen, hoe ver kun je gaan, advies kunnen vragen bij dat kenniscentrum. Dat is pas beslist net voor of net na de verkiezingen, ik wil het kwijt zijn, maar het is dus nog in opstart. Dat programma loopt eigenlijk over een aantal jaren heen en de bedoeling is natuurlijk dat ook dat tegen het voorjaar volledig operationeel is.
En dat eigenlijk bedrijven daar naartoe kunnen gaan met vragen die ze hebben. Voilà, deze is nog eens een slide die extra uitlegt wat ik juist gezegd heb. En dan is er nu ook ruimte voor vragen. Vragen uit de zaal? Fekki en Bart. Er is minstens één vraag binnengekomen via de app. In verband met de speerpuntclusters en de proeftuinen. Hoe begin je daaraan? Wie beslist welke speerpuntclusters en proeftuinen mogen beginnen? Is daar een oproep? Voor innovatieve bedrijfsnetwerken werken we met een oproep. Dus die kunnen pas een aanvraag indienen als de oproep openstaat. Voor speerpuntclusters ja, kan er in principe op elk moment een aanvraag ingediend worden. Maar dat is natuurlijk wel niet iets dat zomaar ontstaat. Allee, daar moet toch al een ruime basis voor liggen. Dus ik weet niet van wie dat de vraag precies kwam. Of als die zich kenbaar wil maken van... Ja. Ja, dat is eigenlijk, ja, je kunt op elk moment een aanvraag voor speerpuntclusters indienen, maar houd daar wel rekening mee. Er zijn momenteel 6 speerpuntclusters. Het is niet direct de bedoeling om nog veel meer speerpuntclusters, omdat die echt op speerpunten voor Vlaanderen werken, in het veld te zetten. Oké. Nog een vraag? Niemand meer? Oké, dan sluiten we hier af voor het inhoudelijke deel. Dan ga ik nog even afronden met te zeggen wat er nog allemaal staat te gebeuren. Dankjewel dat je hier bent.